Een hele goede middag. Het is 11:15. Ik heb hun twee net opgehaald. Welkom bij nieuwe Ups & Downs trouwens. Ik ben de hele tijd boven bezig geweest, want ik heb het boven zover nu klaar. Zodat er meer zooi naar beneden kan vanuit de zolder. En ik ben eigenlijk de hele tijd bezig geweest. Daarom ben ik nog niet de vlog, heb ik nog niet de vlog geopend. En nu heb ik ze net opgehaald, die twee. Ga ik even de luiers doen. Kan Sam even lekker geslapen. En dan moet ik om 2 uur weer Jordi ophalen. En dan hebben we een lang weekend. Gezellig. Jee. Nou, ik heb alweer een kind opgehaald. Jordi. Die is nou lekker aan het drinken even. Liam is lekker met de Duplo aan het spelen. Ik weet niet wat ik heb. Ja, hij doet het. Liam is met Duplo aan het spelen. Hij is lekker bezig. Daar gaat de deur open. En dan kunnen ze lekker naar buiten als ze willen. Wat ze maar willen. Daarom heb ik dit ook zo gezet. Met de gedachte van, dan hebben ze op een andere plek een keer iets te spelen. Dus dan wordt het weer interessanter om dingetjes te doen. Dus vandaag. Want normaal moesten ze altijd de plek met Jordi delen, et cetera. En dat is nu niet, want nu is daar gewoon een plek om te spelen. Dus dat is mijn gedachte erachter. Dus ja. Dadelijk ook een keer aan het eten beginnen. Niels komt op tijd thuis, dus helemaal top. De vlog is wel later. Ik ben hem vergeten te uploaden. En ik ben gewoon te druk geweest met de kindjes. Ik ben te druk geweest met het genieten van mijn kindjes. Met het zorgen voor mijn kindjes. En daarom ben ik hem vergeten. Is niet erg hoor. Helemaal niet. Maar hij is nu wel aan het uploaden. Dus ja. Dat. Ik zeg tegen Niels. Oeps. Ik ben er ietsje vergeten. En toen zegt hij, wat dan? Ik zeg, de vlog uploaden. Ah, zegt hij, dan ga je dat nu toe doen. Hij is nu even weg met Liam en met Sam. Joef. Nee. En Jordi is wel hier. Tada. We hebben vandaag spinazie gegeten. Dat vindt hij lekker. En ik zie nog spinazie tussen zijn vingers. Ja, dadelijk maar weer poetsen. Dit is niet verstandig, vriend. Dat heb je wel eens. Ik ben gewoon zo druk bezig geweest vandaag met de kinderen onder andere dat ik het vergeten ben. Nou ja, kan gebeuren. Soms is het nou eenmaal zo. Ik had hem wel al klaarstaan en alles, maar nog niet geüpload. Dus ja, dat. Dus dat ben ik nou aan het doen. En nou, dan ga ik ook even mijn nagels doen, want die zijn echt nodig. Ze zien er niet meer uit. Dus ja, dat. En ik ga even lekker iets chocolaatje pakken. Zin in. Ben je aan het uploaden? Tada. Blijft die staan op 57%. En niet 1 minuut, niet 2 minuten, maar zeker al wel een kwartier. Dus dat betekent dat die vastloopt. Dus ik heb hem helemaal opnieuw kunnen instellen en alles. Nou is hij weer opnieuw aan het uploaden. Daarom komt hij niet om 7 uur, maar komt hij wel later. Maar ja, kan gebeuren. Een hele goede morgen. Ik zit hier met Liam en Sam. Niels is werken. Ik ben vannacht ook nog met Jordi wakker geweest. Nee, ik denk niet dat het lukt. En dan slaap ik hier echt weer. Maar ja, Niels moest werken. Dus dat betekent dat ik dan ook wakker moet worden natuurlijk. Hè? Maar ja, ik doe het vandaag gewoon lekker rustig aan. Echt, ik ga niet mijn eigen helemaal toe zetten om van alles te doen, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus,
Ja, dat. Die twee zitten dus hier. En ik lig lekker rustig op de bank. We hebben sowieso pyjama dag totdat Niels terugkomt. Want ik ga echt niet veel moeite doen. Jullie raden nooit wie er wakker is. Jordi! Ik heb hem wakker moeten maken. En hij zat zo'n scheetje als hij net wakker is. Ik ga hem even zijn bril geven, want anders kan hij zijn grote vriendin niet zien, hè? Oké, ik ben even heel erg trots. En ik moet dit even met jullie delen. En waarom? Omdat ik ook gewoon de leuke dingen deel. En niet alleen de slechte dingen zoals dat bijten. Hij heeft trouwens niet meer gebeten, hoor. Hij heeft absoluut niet meer gebeten. Wij hebben elke dag... Ja, hier ligt nu een tut, omdat die afgewassen is. Die moet hij straks mee naar boven weer nemen. We hebben hier altijd op de tafeltje hebben we altijd de kussenstukken liggen. Dus daar gaat hij altijd heen. Als hij zeg maar daar nodig heeft. Allereerst wil ik er ook nog eventjes bij vermelden dat diegenen die een reactie hadden geplaatst. Eén iemand heeft erop gereageerd en gezegd van het was niet mijn bedoeling om je aan te vallen. Hé, hey, dan waardeer ik echt dat je dat hebt gezegd. Ik vind dat echt top. Super lief ook dat jij daarop terugkomt en dat ook gewoon zegt. Daar heb ik enorm respect voor mensen die dat doen. Maar waar ik zo trots op ben, op die grote vent, deze. Oh, wacht. Deze. Daar. Hij kwam net naar mij toe. En hij zegt, mama. Ik zeg, ja, wat kan ik voor je doen? En hij pakt mijn hand vast. En hij loopt met mij naar de aankleedtafel toe. Met andere woorden, ik heb mijn broek vol. Je moet me even helpen. Ik ben zo trots. En ik stond gewoon glimlachend zijn poepbroek te verschonen. Hey, toppie. Nee, het maakt mijn werk gewoon als mama zijnde alles gewoon een beetje makkelijker. Want dan hoef ik niet continu overal achteraan te lopen. Dus dan kan hij gewoon naar mij toe komen van mama, ik heb mijn broek vol, wil je even helpen? Dan hoef ik niet altijd overal over na te denken. Dat is wel fijn. Dus toppie. Ik zeg niet dat hij dit moet doen, hè. Even disclaimer. Maar hij wil zelf Jordi eten geven. Goed gedaan. Hij wil zo graag meehelpen. En van mij hoeft dat niet. Even wachten. Maar hij wil dat zelf graag. En ik kan hem daarin niet tegenhouden. Ja, doe je broodje geven, hè. Jordi is nog bezig. Even wachten. Nee, we moeten even wachten. Even wachten. Nee, even wachten. Jordi is nog aan het kauwen. Je moet even wachten. Hij wilde het gewoon heel graag. En ik stimuleer hem er niet in. Dat hij het moet of zo. Nee, hij komt zelf elke keer ervoor. Die tablet laten we even rechtop staan, vriend. Wilde jij nog geven of mag mama doen? Ondertussen loopt Sam hier langs op met een bocht. Die gaat hij in de wasbak gooien. Daar. Die is klaar met eten. Zo, ik heb hier alles gepoetst. Niels is bij Sam in slaap gevallen. Die is nu gaan douchen. Ik heb net even lekker gedoucht. Even mij helemaal gescrubt en gedaan. Dat moet ook wel eens gebeuren. Maar nou hebben we nog een beetje honger. Dus ik ga wraps maken. Woehoe. Ik maak, ik doe ze allemaal met zachte kruiden roomkaas, maak ik ze. En ik heb er 6, dus ik heb er 2 en 2. 2, 2, 2, zeg maar. En dan heb ik hier gerookte kipfilet. Runderrookvlees. En gerookte slagersafval. Daar maak ik ze van. Heel simpel, je doet gewoon een laagje van dit. Ik pak altijd een lepel voor. Voor degenen die een mes fijn vinden, moeten dat doen. Ik pak altijd de achterkant van de lepel. Dat doe ik zo.
vind ik veel makkelijker en veel simpeler. Want dan heb je die bolling makkelijker te maken. Dus ja, dat. En beleg zo dik als je zoveel. Dat ga ik even maken. Tadaa, en dan hebben we de 6. Ik ga ze even 10 minuten kwartier in de koelkast leggen. En dan kunnen we ze snijden en eten. Een hele goede morgen. Dus ik ben op zolder bezig, want dat moet leeg. De kinderen, daar is Liam aan het spelen. Jordi zijn tablet te kijken en Sam zijn tv te kijken. Ze kunnen ook naar buiten, maar daar hebben ze geen zin in. Dus dat gaan ze dan ook niet doen. Ik ga zo ontbijtje maken. En ja, dat. Ik ben nog moe. Het is zondag. ik ben gewoon echt op, zeg maar. Ik ben gewoon moe. Dus ja, dat kan. Even een weetje over mezelf. Ja, ik heb ook een weetje over mezelf. Ik ben trage schildklierpatiënt. En ik moet altijd, als ik 's morgens weet van ik ga ongeveer rond die tijd eten, moet ik ongeveer een half uur van tevoren medicijnen nemen. De medicijnen die ik heb is Eutirox. Daar moet ik er anderhalf van 25 en anderhalf van 100. Dus anderhalf van 100 toch? Ja, anderhalf van 100. Hoeveel maakt dat samen? 150, 175 plus 12,5. 187,5, als ik me niet vergis. Maar goed, dat is dus wat ik elke ochtend moet nemen. Mijn schildklier werkt niet meer. Ja, en wat hij doet is misschien 1% werken, maar hij werkt gewoon totaal niet. Ik heb dit al vanaf dat ik eigenlijk best wel jong ben. Ik kwam vroeger altijd aan en aan en aan. En op mijn 14e is ontdekt dat mijn schildklier te traag werkt. En deze is eigenlijk jarenlang niet goed onderhouden geweest. En de endocrinoloog, in ieder geval de superinternist, die heeft toen de tijd tegen mij gezegd, in ieder geval toen ik eenmaal begon met kinderen, of voor kinderen, die zei toen tegen mij van ja, jouw schildklier doet niks. Dus ja, dat. Je hebt 3 varianten van een trage schildklier. Ik heb de Hashimoto variant. Dan denk je, hè, wat de gezondheid? Ja, de Hashimoto variant. En dat betekent eigenlijk dat mijn lichaam mijn schildklier aanvalt. Zo moet je het eigenlijk zien. Dat is eigenlijk de variant die ik heb. Als ik mijn medicatie niet goed pak of niet goed onderhouden wordt, dan merk je dat gewoon. Ja, dus dat. En dat is dus een beetje over mij. Iets waar ik niet snel iets over zeg. Alleen door de trage schildklier heb ik wel bijvoorbeeld problemen met moeheid. Dat ik heel snel hees ben. Dat soort dingen. Zoals nu ben ik ook hees. En dat is over een paar uur weer weg als ik mijn medicatie heb gepakt. Dus als jullie me ooit hees horen, ligt eigenlijk altijd wel daaraan. Want dan heb ik mijn medicatie nog niet gepakt. En dan, op een gegeven moment, dan heb ik die medicatie gepakt en dan is het voorbij. En hoe dat dan kan, I don't know. Weet ik echt niet. Dus maar goed, ik ga aan het ontbijt beginnen. En dat. Eentje erbij. Daar.
Wij zijn naar een verjaardag toe geweest. En daarna even naar de winkel gegaan. Even wat boodschapjes gehaald. En nu ga ik eten maken. Niels en ik eten lakmatjoen. Die hebben we bij... er zit hier een Turkse winkeltje in de buurt. En deze heb ik gehaald. Die eten we. En daar heb ik nog kipswarma bij gehaald. Maak salade bij. En dat is wat Niels en ik eten. De kindje eet poffertjes. En wat ik altijd zo geweldig vind aan die winkeltjes... zijn deze dingen. Wat dat betreft, het kost geen drol. Hier heb je een heel bakje. Laurier. Voor nog geen 2 euro. Dus ja, daar word ik helemaal wild van. En ik heb hier kruiden voor kruidboter gehaald. Ik ben benieuwd. Deze had ik nog niet gehaald. Dus ben benieuwd.
En toen was ik door het opruimen vergeten de vlog af te sluiten. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.